Het is dan zover. De Tweede Kamerverkiezingen zijn er. En voor vele mensen betekent dat ook hun allereerste keer stemmen. Daarom zijn we hier vandaag in het centrum om te vragen aan de Almeloze jongeren. Op wie ga je stemmen? De verkiezingen zijn er. Weet je al waar je op gaat stemmen? Ik weet nog niet precies waar ik op ga stemmen. Ik heb me al een beetje ingelezen. Vorig jaar alleen, heb ik op de VVD gestemd. Maar eigenlijk omdat dat eigenlijk de grootste partij was. Maar voor nu, weet ik nog niet zeker. Dus daarom ga ik even een stemwijzer doen. Dan erachter komen waar ik op ga stemmen. Ik twijfel nog. Ik ben geen zwevende kiezer, maar ik twijfel nog wel een beetje tussen een paar partijen. Dus sommige die vind ik toch wel een goed argument te hebben. En ja, daar heb ik toch wel wat licht vertrouwen in aan het krijgen. Dus ja, op die manier. Jazeker, ik weet waar ik op ga stemmen. Ja. Wil je dat ook delen? Of? Ik zit vooral te denken aan de SP. Misschien nog wel wat andere. Maar tot nu toe, de SP komt wel merendeels overeen met mijn standpunten die ik ook heb. Ja, ik zit heel erg te twijfelen tussen twee partijen. Tussen PvdA of D66. Ja. Oké, en wat zijn dan de punten die jou echt naar binnen trekken? Betere investeringen in het onderwijs vind ik heel belangrijk. En voor studenten. En betaalbare woningen voor iedereen, voor Nederlanders. Ik vond een interessant punt eigenlijk wel het OV, zeg maar het hele reizen. Dat vind ik op dit moment wel heel erg duur. En ik denk dat heel veel mensen van mijn leeftijd die mening delen. Dus ik denk dat daar iets aan gedaan moet worden. En ook wel iets met de oorlogen. Dus bijvoorbeeld de Palestina-oorlog met Israël en Rusland in Oekraïne. Dus dat zijn wel belangrijke punten voor mij. Wat ik vooral eigenlijk wel veel op let nu inderdaad. En dat vind ik één partijleider toch best wel goed doen. Toch wel voor de Nederlander toch wel op gaan komen. Je merkt, de wereld is een en al chaos. Dat is alleen maar kut. Maar in Nederland hebben we ook genoeg problemen. En ik denk toch wel dat er een paar aantal goede partijleiders toch nu echt wel voor Nederland staan. En ja, voor de buitenwereld moet je natuurlijk ook staan. Dat, zo bedoel ik het niet. Maar ja, ik denk dat het ook nu ook wel meer tijd wordt om te gaan denken aan het eigen volk. En ja, verder. Dan verder te gaan kijken, zeg maar. Ja, sommigen die zijn daar wel goed mee bezig. Dus op die manier.